Dit is deel 2 van college 10. Nou, in het eerste gedeelte van het college hebben we uitgebreid gepraat over het belang van relaties. We hebben gezien dat het echt voor onze gezondheid van essentieel belang is dat wij sociale contacten hebben met anderen. En dat we niet kampen met gevoelens van eenzaamheid. Het is dan ook niet zo vreemd dat vanaf het moment dat we geboren worden, dat we gelijk gericht zijn op het contact maken met onze verzorgers. En als je dat een keer meemaakt, een geboorte van een kindje, is het heel bijzonder om te zien dat zo'n kindje gelijk contact zoekt. Het is een natuurlijk instinct, een essentieel instinct voor de overleving. Om op zoek te gaan naar iemand die voor jou gaat zorgen. En we willen ons verbinden. En die verbinding en de relaties die we vormen met degene met wie we ons als allereerste verbinden, dat heeft impact op de relaties de rest van ons leven. En dat is gesteld door een van de eerste en grootste theorieën over relaties, de hechtingstheorie. Deze is opgesteld door John Bowlby in 1969, zo'n beetje 10 jaar na Harry Harlow's experimenten op de babyaapjes. Bleek uit onderzoek van Bowlby dat ook mensen dus die behoefte hebben aan verbinding, aan attachment. En die verbinding die wij hebben, die wij vormen met onze eerste verzorgers, meestal onze moeder is dat, die als we geboren worden, dan zoeken we contact met onze moeder. En die eerste relaties zijn zo belangrijk voor ons. En ze vormen als het ware een soort blauwdruk van de relaties de rest van ons leven. Nou, die hechtingstheorie is een hele grote, gecompliceerde theorie. En vandaag de dag nog steeds heel erg invloedrijk. En ik zal jullie een beetje een soort van notendop uitleggen wat die inhoudt. Aan de hand van het onderzoek naar hechtingstijlen, uitgevoerd door Mary Ainsworth in 1978. Nou, Mary Ainsworth ging die hechtingstheorie verder uitpluizen. En ze ging kijken naar de verschillende manieren waarop je je als kind kan hechten aan je verzorgers. En dat deed zij aan de hand van een interessant onderzoek. Dit onderzoek werd ook wel de vreemde situatie, oftewel de strange situation genoemd. Het was een onderzoek waarbij een moeder en een kind samen naar een laboratoriumruimte komen en samen gaan spelen in een ruimte met speelgoed. Nou, tot zover niks aan de hand. Die moeder is gewoon aan het spelen met het kind, jong kind van 1 jaar oud, in een ruimte met speelgoed. Vervolgens gaat de moeder weg. En de moeder verlaat de kamer. Nou, wat er dan gebeurt, kan ik je op een briefje geven, namelijk de baby gaat huilen. Zelf ook moeder van een 1-jarige. Ik kan je garanderen, als je de kamer uitgaat, gaat de baby huilen. Dat is heel gezond. Het is heel normaal dat een baby gaat huilen. Het is ook een signaal dat die baby doorheeft. Ik kan niet alleen zijn. Ik kan niet voor mezelf zorgen. Dus er gaat een alarm af. Dit is niet goed. Ik moet verzorgd worden. Er moet iemand bij mij in de buurt zijn. Nou, tot zover. Dat is niet het belang van de studie. Dat is niet het interessante onderdeel van de studie. Dat komt nu pas. Namelijk, op een gegeven moment, na een hele korte tijd, gaat de moeder weer terugkomen de kamer in. Er volgt een hereniging, een reunie met het kind. En dat is het interessante moment van de studie, want op dat moment kun je kijken op welke manier het kind gehecht is aan de moeder. Dus hoe reageert het kind als de moeder de kamer opnieuw binnenkomt? Nou, kijk maar eens even mee naar het volgende filmclip waarin je ziet hoe dat er verschillen zijn in de manier waarop kinderen kunnen reageren op zo'n reunie. This experiment, which I watched through a two-way mirror, is designed to gauge how secure is the crucial relationship between mother and child. Okay, this bunny is going to go here, and that bunny will be on top. The value of the test has been established in studies that would watch a child 1-year-old and then follow it up and interview them about their relationships to their parents when they were 21 years old. So we're quite confident in the long-term significance of this relationship. After several minutes play, the mother is signaled to leave the room. Sweetie, I'll be back in 1 minute, okay? I'll get you back in 1 minute. It's upsetting for you. But she'll survive. The key moment in the experiment is the child's reaction to her mother's return. The important clue is whether the baby's able to become calmed down by the contact with the mother, get back to play. Sometimes it takes a couple of minutes, but you see,
when the mother was out, she was only interested in the mother, no interest in the toys. Now she has a contact with the mother, she's beginning to show a little interest in the environment, and shortly she'll be right back with the toys where we started. So you would call this a secure one? Yes, yes. She's certainly much happier. Goes to the door following her. Now, we sent the mother right back in, but the point here is not to distress the baby, we're just trying to challenge it. The baby puts her hands to her face, in a sad expression, puts her face down. When she picks her up, she keeps her head down, her arms out, and then she sits in the chair holding the baby. The baby's still sullen. He's low-keyed. So you would call this insecure attachment? Yes, insecure. He's avoidant. He's not engaging her, and it's not being, the reunion's not effective. And it's important to remember here that the thing that upset him was her absence. Her return should be the solution to his problem. Now this is another pattern that we see in babies who are not good at using their mother as a secure base at home. This baby is also insecure. But you'll see, we got a look at his play before the separation. The mother's left, and when she returns, she picks him up. He can't calm down. He's still upset. She offers a toy to amuse him or to comfort him or to distract him, and he slaps it away. She offers another, he slaps it away. He's angry. We call these babies resistant or ambivalent because they both want her back, and yet can't use the contact. We think that the difficulty is that in the past, when he sought comfort, she's been inconsistent as to whether she's available and responsive or not. Nou, uit dit onderzoek blijkt dus dat er verschillende hechtingsstijlen zijn, de verschillende manieren waarop een kind zich kan hechten aan de moeder. Maar die hechtingstijlen die eindigen niet in onze kindertijd. Die hechtingstijlen nemen we mee in de rest van ons leven. In de verdere relaties die we gaan vormen met anderen. En er zijn heel veel verschillende definities inmiddels van die hechtingstijlen. Heel veel verschillende versies zijn daar van hechtingstijlen. Maar ik bespreek er drie met jullie. De drie belangrijkste hechtingstijlen. Dat is de veilige hechtingstijl, secure. De vermijdende hechtingstijl, avoidant. En de anxious hechtingstijl. Oftewel de angstige hechtingstijl. Nou, laten we eerst gaan kijken naar de veilige hechtingstijl. Deze hechtingstijl, die wil je hebben. Dat is namelijk een hechtingstijl waarbij je eigenlijk geen enkel probleem hebt om relaties aan te gaan met anderen. Je hebt vertrouwen in anderen. Je hebt ook vertrouwen in jezelf. Je vindt jezelf de moeite waard. Dus je hebt een positief zelfbeeld en je hebt ook een positief beeld van anderen. Daarom beland je vaak in relaties die ook gezond zijn. En op het moment dat jij onzeker bent, je hebt stress, je bent in gevaar, je maakt je zorgen, dan doe je een beroep op anderen. Omdat je weet, andere mensen zorgen voor mij op het moment dat het erop aankomt. En als je een veilige hechtingstijl hebt, is er een vrij grote kans dat jij opgegroeid bent in een liefhebbende, warme omgeving. Met ouders of verzorgers die er voor je waren op momenten dat het erop aankwam. En die jou dus veilig hebben laten hechten. Nou, het goede nieuws is dat het merendeel van de bevolking, 66%, heeft zo'n veilige hechtingstijl. Dus er is eigenlijk best een grote kans dat jij zelf ook veilig gehecht bent. En als dat zo is, dan voorspelt dat dus succes in relaties op lange termijn. Dus als jij in je vroege jeugd veilig gehecht was aan je ouders, voorspelt dat relatiesucces op latere leeftijd. Nou, dat is best wel een big deal, toch? Dit geluk heeft niet iedereen. Sommige mensen hebben geen veilige hechtingstijl, maar een onveilige hechtingstijl. En daar zijn weer heel veel verschillende smaken in te herkennen. Ik bespreek er twee met jullie. De eerste is de vermijdende hechtingstijl. Nou, die vermijdende hechtingstijl is een hechtingstijl waarbij je eigenlijk heel veel moeite hebt met het aangaan van relaties. Vaak omdat je wantrouwig bent naar anderen. Dus je vertrouwt andere mensen eigenlijk niet helemaal. Je bent eigenlijk, je hebt het gevoel dat als het erop aankomt, dat anderen er niet voor je zullen zijn. Als jij een vermijdende hechtingstijl hebt, dan is er een vrij grote kans dat je verlaten bent geweest in je jeugd. Dat je hebt gemerkt dat mensen er niet voor je zijn als je ze nodig hebt. Dus je durft niet meer te bouwen op andere mensen. Nou, in lekentaal wordt dit ook wel eens bindingsangst genoemd. Dus mensen die eigenlijk zich niet willen binden aan anderen, omdat ze denken, nee, ik blijf liever alleen, zelfstandig, dan kan ik ook niet gekwetst worden. Lekker makkelijk.
Dus vermijdende hechtingsstijl zijn mensen die eigenlijk anderen een beetje onwaardig vinden. Die het gevoel hebben van andere mensen zijn mijn vertrouwen en mijn liefde niet waard. Ik bouw op mezelf. Nou, die andere hechtingsstijl is compleet tegenovergesteld. Dat zijn mensen die juist dolgraag een relatie willen hebben. Die een groot verlangen hebben naar het vormen van relaties. Maar ze pakken dat soms een beetje heftig en intens aan. Ze willen zich eigenlijk vastklampen aan anderen. En het probleem wat zij hebben is dat ze zich vaak onwaardig voelen. Ze hebben het gevoel van andere mensen zullen mij nooit zo leuk vinden als ik hen. Ze voelen zich eigenlijk minder waardig in relaties. Ze hebben een laag zelfbeeld, maar wel een heel erg hoog en positief beeld van anderen. Ze zien anderen als juist heel erg de moeite waard, maar zichzelf niet. Nou, je kan je voorstellen als deze twee mensen, zoals hier op het plaatje, in een relatie zitten met elkaar, dat dat tot grote problemen kan leiden. Dan heb je één persoon die dus heel erg veel moeite heeft met vertrouwen en heel graag op zichzelf wil zijn. En de ander die zich eigenlijk helemaal vastklampt in de relatie en heel veel bevestiging zoekt. Ja, dat werkt echt helemaal niet samen. En ja, deze relaties zijn vaak vrij negatief en vol ruzies en conflicten. Misschien kijk je hiernaar en denk je van, oh mijn god, ik vind het wel heftig bericht, want ik heb zelf helemaal niet zo'n prettige jeugd gehad en ik had ouders die eigenlijk niet zo goed voor mij waren of niet zo goed voor mij konden zijn. En ja, ik denk dat ik toch onveilig gehecht ben geraakt in mijn jeugd. Betekent dat dan dat ik gedoemd ben om de rest van mijn leven eigenlijk slechte relaties te hebben? Nou, dat is gelukkig niet zo. Mensen kunnen en zullen veranderen. Ook als het gaat over hechtingsstijlen. En net als we hebben gezien in deze hele collegereeks, geldt weer dat de situatie waarin je je bevindt cruciaal is. Dus soms ontmoet je iemand die jouw vertrouwen waard is. En die jouw vertrouwen geeft in de mensheid. En kan jij een veilige hechtingsstijl ontwikkelen met iemand, zelfs als je onveilig gehecht bent geraakt in je jeugd. Dus relatieervaringen kunnen je ook helen. Je kan ook meer vertrouwen krijgen in het algemeen in de mensheid door positieve relatieervaringen. Andersom geldt natuurlijk ook. Het kan zijn dat je een hele warme, liefdevolle jeugd hebt gehad, vol vertrouwen je relaties in bent gestapt en verschrikkelijk bent belazerd. Dan kan het ook zijn dat je vermijdender bent geworden. Dat je denkt, ja, ik durf niet meer zo te vertrouwen op iemand, want ik heb gemerkt dat niet iedereen te vertrouwen is. Dus we veranderen. We veranderen in onze hechtingsstijl over onze levensduur. Dat afhankelijk van de ervaringen die we opdoen. En het is ook belangrijk om je te realiseren dat je hechtingsstijl dus per relatie kan verschillen. Het kan zijn dat jij heel veilig gehecht bent aan jouw beste vriend of vriendin. Dat je helemaal op die persoon vertrouwt en echt het gevoel van ik kan van deze persoon op aan. Maar dat je dat niet hebt in je liefdesrelaties. Dat je daar misschien wat angstig bent of juist wat vermijdend bent. Dus per situatie en per relatie kan jouw hechtingsstijl ook verschillen. Maar als jij nou het gevoel hebt dat jij toch een probleem hebt met hechting en het gevoel hebt van ja, ik merk dat ik eigenlijk in elke relatie vrij vermijdend ben of juist heel erg angstig, dan is het misschien een idee om daar eens over te gaan praten. En als je een relatie hebt, dan kan dat met een relatietherapeut samen met je partner. Maar dat hoeft niet. Je kan ook gaan praten met een therapeut voordat je een relatie hebt of los van het feit dat je een relatie hebt. En dan kan je praten over de patronen waar je eigenlijk in vastzit in relaties. En dat kan heel veel inzicht geven om jouw eigen hechtingsstijl beter te leren kennen. En ook wat meer adviezen te krijgen hoe je nou op een gezonde manier relaties kan aanpakken. Dus tips over hoe kan je nou communiceren met een partner. Hoe geef je aan wat je nodig hebt in een relatie. En wanneer je tijd nodig hebt voor jezelf. Of wanneer je juist misschien een knuffel nodig hebt. En deze inzichten zijn zo belangrijk. Want het zorgt ervoor dat wij uiteindelijk veiliger gehecht kunnen raken in onze relaties, gelukkigere relaties kunnen hebben en daardoor uiteindelijk zelf ook gelukkiger zullen worden.